Er komt een speciale informatieavond over gloortreinen in Hilversum. Een omstreden onderwerp. We gaan er dit uur over praten in Wat leeft in Hilversum. Onze vraag van de week: maak je je zorgen over die gloortransporten door Hilversum? In de studio te gast Jan Rensen, loco-burgemeester. Goedemiddag. Goedemiddag. En Bianca Verwij, fractievoorzitter van de SP. Ook een hele goede middag. Goedemiddag. Burgemeester Broertjes van Hilversum kan de giftransporten niet tegenhouden, heeft hij gezegd. Want ja, het is eigenlijk aan de minister om transporten met gevaarlijk afval te verbieden. De gloortransporten houden de gemoederen al een tijdje bezig. En nu is deze week aangekondigd dat er een informatiebijeenkomst gaat komen. En een speciale campagne ook om Hilversummers te informeren. Kennelijk, Jan Rensen, loco-burgemeester, is dit een heel belangrijk onderwerp voor Hilversum. Ja, het is al heel lang heel belangrijk. Die gloortrein die rijdt al een jaar of 20, 25 denk ik door Hilversum. Niet alleen chloor, ook LPG en allerlei gevaarlijke stoffen. Ja, het zijn dus ook andere stoffen. Ja, zeker. En misschien ook wel gevaarlijker dan chloor. Zeker als je de frequentie bekijkt. En dat is een aantal jaar geleden begonnen toen de boogt van van Wees naar Duivendrecht door is getrokken. Toen is de route die eerst door Utrecht ging, verlegd. En die is zo langs de zijde van Amsterdam gegaan. En daardoor dus ook door Hilversum. Ja. Utrecht heeft jarenlang gelobbyd om die trein uit Utrecht. Want die ging dwars door de binnenstad van Utrecht. Moest daar keren en weer terug. Dus dwars door de binnenstad. Die hebben met succes gelobbyd om die trein daar weg te krijgen. Dus wij gaan nu hetzelfde doen. En dat gaan we dan samen doen met alle andere gemeenten waar die trein ook doorheen gaat. Maar even voor de duidelijkheid. U, gemeente Hilversum, kan niet verbieden, dat is aan de minister. Nee, we weten zelfs niet precies wanneer, welke treinen en met welke stoffen exact door Hilversum heen gaan. Ja. Dat wordt strikt geheim gehouden. Dat is ook het geval, misschien herinnert u zich nog het ongeluk een aantal maanden geleden in België. Ja. Toen kwam onmiddellijk ook de burgemeester en de wethouder Dordrecht op de televisie. Dat had ze heel goed getimed. En zei, die trein komt dus ook elke dag bij ons door heel druk gebied. Maar die wisten dus ook niet welke treinen en met welke stoffen en wanneer precies die door hun stad gaan. Is toch eigenlijk een heel griezelig idee? Heel griezelig, zeker. Ja. Nou, is gelukkig ons spoor is heel veilig. Dus we moeten ons ook niet al te veel zorgen maken. We moeten het niet groter maken dan het is. Maar ja, als het een keer verkeerd gaat, gaat het ook wel zo verschrikkelijk goed verkeerd. Dat durf je niet. Want schets eens de gevolgen. Wat kunnen de gevolgen zijn bij een gloortrein? Als de gloortrein ontploft en er scheurt een wagon, dan zijn wij met z'n allen binnen binnen een minuut iedereen die in de buurt van de spoorlijn woont, binnen 5 minuten iedereen die niet snel genoeg uit de weg is gekomen, allemaal dood. Ja. Bianca Verwij, SP, ja. Dat is verschrikkelijk. Jullie hebben er ook vragen over gesteld. Ben je tevreden met de antwoorden? Ja, ik ben heel tevreden met het antwoord dat we nu weten dat de treinen rijden. Dat er ruim 3500 wagons met giftige stoffen door Hilversum rijden. Dat het ook bekend is geraakt. Dat er een informatiebijeenkomst komt. Feit is wel dat als er iets misgaat, kunnen we weinig doen. Er is een toezegging van de burgemeester dat hij de veiligheidsregio op orde gaat brengen. Dat betekent dat we nog beter voorbereid zijn op rampen. Daar vraagt de SP al 1,5 jaar om. Nu onder druk ook van het ministerie lijkt dat toch echt te gaan gebeuren. Dat geeft een iets beter gevoel. Maar ik ben het helemaal met meneer Rens eens dat het gewoon eigenlijk gewoon moet ophouden. Als Utrecht met succes kan lobbyen, kunnen wij dat ook. Wat is er nou niet precies in orde met die veiligheidsregio, met de bewaking? Nou ja, wat we nodig hebben volgens het ministerie, dat hebben we calamiteitencoördinatoren nodig. En een eenhoofdige leiding per meldkamer. Zodat op het moment dat er een grote calamiteit is, er goed gecoördineerd kan worden. En die is er nu niet 24-7, sterker nog, hij is er helemaal niet. Er zijn er nu pas 3 in opleiding. Eind van het jaar hopen ze dan helemaal volledig bezet te zijn. Er is wel een doorschakeling gemaakt nu met de meldkamer in Utrecht, voor als het heel erg druk wordt met telefoontjes. En van daaruit zeggen wij, ja, als die calamiteitencoördinatoren die verplicht zijn en nog niet zijn, moeten de transporten eigenlijk stoppen. En daar gaat de burgemeester wel over. Kijk, we kunnen niet verbieden dat die treinen rijden. Daar zijn de vergunningen van voor de minister. Okay. Maar wij zeggen, burgemeester, het is, de veiligheidsregio is wel uw verantwoordelijkheid. Hij is ook voorzitter van de veiligheidsregio. Zeg dan, niet tot de veiligheid, door de veiligheidsregio, totdat het opgelost is. Jan Rensen, het is dus duidelijk, de vraag van de SP is, als je niet die 24 uur bewaking kan garanderen, dan heb jij, wij als gemeente, het recht om het te stoppen. Nou, dat vraag ik me af. Het zijn natuurlijk verschillende ministeries, en dan loopt het in de nagel heel vaak fout. Als twee ministeries op hetzelfde dossier zitten. En ja, we hebben met die veiligheidsregio natuurlijk van alles te doen gehad in de afgelopen periode. Er zijn ook fusies aan de gang. Dus dat maakt het extra gecompliceerd.
Ja, nou komen we in het spel van bestuurlijke problemen. Maar dit is toch echt een heel groot menselijk probleem. Zeker, maar we moeten het ook in de juiste perspectief zien. En een veiligheidscoördinator wel of niet verhindert niet de grote ramp die gaat ontstaan op het moment dat er een kloottrein ontspoort. Daar hebben we met 10 veiligheidscoördinaten niks aan. Dus okay. Ik snap wel, ik bedoel, het is een terecht beleid. Ja. En we moeten die mensen ook hebben. We hebben ook mensen die goed opgeleid zijn, die niet gekwalificeerd zijn op een niveau dat ze moeten, maar wel goed gekwalificeerd zijn. Dus dat allemaal in het perspectief. Maar het is waar dat die 3 mensen er moeten zijn en ze zijn er nu niet. Nee. Het feit klopt. Oké, en zegt de SP, als die mensen er niet zijn, moet je het verbieden? Dat is wel ons uitgangspunt. Het is ook wel een beetje stok achter de deur nu voor iedereen om de druk erop te houden. Ook naar het ministerie. Wij zullen ook de antwoorden van de burgemeester voorleggen aan onze Tweede Kamerfractie. En we weten of het ministerie deze oplossing ook goedkeurt. Los van wie het dan ook goedkeurt, zeggen wij het is een onwenselijke situatie. En wij denken dat het een goede manier is om het probleem nu op de kaart te hebben en te houden. En we vinden het heel erg goed dat burgers nu geïnformeerd worden over wat er in hun dorp rondrijdt. Ja. En dat lijkt ons buitengewoon belangrijk. Maar Jan Renssen, wat gaat de gemeente dan vertellen op zo'n bijeenkomst? Ramen en deuren dicht, onder de tafel. Wat wordt er verteld? Nou, wat we gaan vertellen is hoe de situatie ervoor staat. En we kunnen niet meer doen dan dat we weten. Nou ja, dat is iets uitgebreider dan wat ik er nu verteld heb. En inderdaad, wat eventuele wat je moet doen als er een grote klap komt. Dan nogmaals, bedoel, als er een klap komt, dan wil dat niet zeggen dat de chloor of LPG en die trein zit, dat ze gaat scheuren. Dan moet wel echt een hele grote klap zijn, wil dat allemaal gebeuren. Maar het is goed om de mensen die zich nu zorgen maken, om die gerust te stellen. Mm-hmm. En dat ze weten dat niet meteen elke dag overvallen kunnen worden door een enorme gifwolk. Dat zo is nou ook weer niet. Dus ook die onrust moeten we een beetje proberen weg te nemen. Ja, vindt u het een beetje te veel? Wordt het overdreven? Nee, helemaal niet. Nee, ik ben zelf al 20 jaar geleden tegen die kloottreinen opgetrand gekomen. Toen zat ik nog helemaal niet in de politiek. En ik vind het echt heel raar dat dit ding door dichtbevolkte gebieden gaat. We hebben nu die Betuwelijn. Dus er is geen betere route dan die om die kloottreinen overheen te sturen. Ja, SP in dit geval wel tevreden met de manier waarop de gemeente het aanpakt? Nou ja, het is nu heel helder dat we met z'n allen het probleem onderschrijven. Verschillende politieke partijen scharen zich erachter. De burgemeester gaat zich er hard voor maken. Verschillende SP-afdelingen langs de lijnen gaan zich ook roeren. Dus de urgentie van het probleem is helder. Zeker in combinatie met de veiligheidsregio waar nu aan gewerkt wordt. Echt serieus aan gewerkt wordt. Zijn wij wel tevreden met wat er gebeurt. Wat wij hopen is dat er niks gebeurt. Er zijn voorbeelden van wagons met giftige stoffen die overdag rijden. Er wordt gezegd, ze rijden 's nachts. Het moet maar gewoon duidelijk zijn hoe het zit. Zodat iedereen weet waar het over gaat. En ik wil maar wel gezegd hebben dat onze lokale brandweer en politie die doen allemaal verschrikkelijk hun best om er op tijd te zijn. Mm-hmm. Daar zijn er ook genoeg van. Dat is goed geregeld. En het gaat met name om de grote coördinatie als het om veel slachtoffers gaat. En wij zouden gewoon niet willen dat dat misging. Dus we zijn heel blij dat het nu opgepakt wordt. En dat wordt landelijk ook door jullie aangekaart. Ja. Ja. Jan Renssen, nog even die bijeenkomst. Wanneer is die? Dat weet ik niet precies. De burgemeester gaat dat met zijn staf organiseren. En die data, ik geloof nog niet dat die definitief zijn vastgesteld. Maar dat zal kort na de zomervakantie zullen die gaan plaatsvinden. Ja, en er is ook nog een campagne, hè? Via huis- en huisbladen. En ja, en dat gaan we echt wel breed opzetten. Oké, goed, dat komt eraan. Dank voor jullie komst over dit onderwerp. Nog even iets anders voor jullie allebei onderwerpen waar jullie allebei mee bezig geweest zijn de afgelopen dagen. Eerst even Jan Renssen, er komt gratis wifi in de binnenstad. Ja. Dat is mooi. Er wordt een uitgebreid wifi-netwerk aangelegd, waardoor het hele winkelgebied en het hele uitgaansgebied gratis toegankelijk zijn via de telefoon. Uh-huh. Het initiatief gekomen is naar aanleiding van een app die het uitgaansleven veiliger moet maken. Waardoor je al heel vroeg, als iemand die uitgaat, denkt dat er iets gaat gebeuren of ziet dat er iets gaat gebeuren, al heel snel mensen kan inschakelen en komt daar naartoe. Dus dat is een heel preventief wapen, heel direct, heel snel. En toen dat eenmaal er was en er gezegd werd, dan moeten we eigenlijk wifi hebben, en dan kan iedereen er zo gratis van gebruik maken, dat bevordert die er gebruik van. Ja. Heb ik gezegd, dan laten we ook uitbreiden en laten we ook alle vormen van nieuwe winkelen die gaan ontstaan en al voor een deel zijn ontstaan, laten we die dan ook een kans geven en laten we als eerste stad in Nederland de hele binnenstad gratis toegankelijk maken. Even de binnenstad. Wat is dat? Is dat bijvoorbeeld ook, vraag ik even namens mijn dochter, de Hogenaardeweg? Nee, dat is zeg maar het kernwinkelgebied en het kernuitgaansgebied. Dus de ruwweg tussen het station en de Kerkbrink. En dan van
pakweg ook van Langewens tot aan Gooiland. Ja, nog even een vraag. Want veel mensen zullen dat dan met geen bescheen denken. Dan zitten allemaal mensen daar op hun mobieltje te turen in de binnenstad van Hilversum. Krijg je dan niet dat die verbinding heel erg traag wordt of misschien wegvalt? Nee, er zijn een heleboel verschillende wifi-punten. Dus het is niet één groot wifi-punt dat heel sterk is, maar heel veel verschillende wifi-punten. En daar kun je dan daar heb je contact mee. Die zijn er zoveel dat je ook voortdurend contact houdt. Dus je gaat van het ene wifi-punt naar het andere. En je zit natuurlijk niet voortdurend op je mobieltje of op je mobiele telefoontje. Je zit ook... Nou, tegenwoordig? Nou ja, veel mensen wel tegenwoordig. Maar het is er ook echt om bijvoorbeeld nieuwe vormen van winkelen... dat de winkelier los wordt van zijn opslaginvesteringen. Ja. En dat je bijvoorbeeld in een winkel een product dat je daar ziet kunt scannen... online kunt bestellen en tegelijkertijd ook thuis bezorgd krijgt. En dat waardoor het aantrekkelijke van naar een winkelgebied toe gaan gecombineerd wordt met het aantrekkelijke van online bestellen. Waardoor de winkeliers beter worden en waardoor je zelf ook als klant zeg maar die extra plus hebt. Dat soort. Oké, het mes snijdt aan alle kanten. Alleen hoop ik niet straks op een binnenstad waarop iedereen straks alleen nog maar op een terrasje op zijn mobieltje gaat zitten turen. En dat is nu ook al een beetje op terrasjes. Dat is al zo. Goed, Jan Renssen, dankjewel. Nog even Bianca Verwij. Gisteren was er iets waar de SP zich ook nog heel hard voor maakt. Dat is de bij in Nederland. En dat was een actie bij het raadhuis. Ja, dat was een afsluiting van een grotere actie die wij gedaan hebben. Red de bij. We hebben de gemeente gevraagd bijvriendelijk te handelen. Gemeente Hilversum heeft het convenant getekend. Heeft het opgenomen in het groen beleidsplan. En om nu nog een laatste keertje extra aandacht te vragen... hebben wij samen met het initiatief Gastvrij voor de Bij... voor een half jaar een bijenkorf geplaatst bij de raadhuisvijver. Laten we zeggen als beloning. Daar komt mooie honing van. En wij hopen dat de gemeente dit beleid doorzet. Oké, want de bij, we gaan niet goed om met de bij. Daar komt het op neer. Nou ja, het kan altijd beter. De bij is bedreigd, hè, door pesticiden, door verstedelijking. Dus je moet daar wat aan doen. Wil je daar de bij helpen? Dus de gemeente kan braakliggend terrein inzaaien met bloemenzaadjes, openbaar groen bijvriendelijk maken. Ja, dat gaat de gemeente Hilversum allemaal doen. Dus wij zijn buitengewoon tevreden dat de gemeente dit omarmd heeft. Dank jullie allebei voor de komst naar de studio.